hele goede morgen. Het is vandaag. Ik weet niet welke dag het is vandaag. Maar wij zijn onderweg naar Amsterdam. Want ik heb daar een afspraak. Best wel een leuke afspraak. En Sim gaat met me mee. Dus eerst na een heel lange tijd dat ik er weer een beetje fatsoenlijk uitzie. Volgens mij zeg ik het in elke vlog. Maar het is wel echt een eerste officiële dag. Ik heb gisteren ook lopen zonnen. En toen ben ik verbrand omdat ik zo wit was geworden. Dus vandaag wordt het 26 graden en ik ga gewoon straks weer in mijn tuin lekker zonnen. Maar eerst even lekker naar een meeting en dan nog dingetjes voor het huis regelen. En daarna ga ik even lekker zonnen. Dat is een beetje de planning voor vandaag. Ik wil jullie mijn outfit laten zien. Ik heb zo'n roze topje aan van de Zara. En mijn zebra broek van Naked. En Nessie vindt deze broek echt heel grappig. Zebra borst. Hij lacht me heel goed uit. Ik vind het gewoon leuk. Leuk, hè? Leuk, hè? Ja. Yes. En mijn nieuwe bril van Ray-Ban. Ik wil eigenlijk een andere kleur op van Ray-Ban, maar ik kan het niet vinden. Verhuizingproblemen, dus ik heb maar de bruine meegenomen. Die er echt helemaal niet bij past. Ik kan echt niks meer vinden. Zo, so, wij zijn net klaar met de meeting. Ging heel goed, Dennis? Het was een goed gesprek. We hebben alleen buiten gezeten en we zweten ons helemaal dood nu. Wil je lunchen? Ja, heel graag. Ik ken wel een plekje. Hey, we kunnen overal lunchen nu. De restaurants zijn open. Dat klopt. Oh mijn god, dat is zo gezellig. I can't. Dit is een goed dag. Wij waren dus net klaar met de meeting en was zo leuk. Toen kwam dus een jongen naar me toe van, ah, kijk naar jouw vlogs en jouw verhuisvlogs. En dat hij het heel leuk vond. En hij feliciteerde ons met ons huis en zo. Echt leuk. Leuk hoor. Positive vibes today. Ah, yes, yes. Oh, het is heerlijk weer. We hebben even besloten om naar de Breakfast Club te gaan. Yes. Even kijken of het daar lekker is. Na een lange tijd weer lekker uit eten, jongens. We hebben lekker smoothies besteld. Ik heb een groene. Nessie, welke heb jij dan? Wat heb jij hierin? Yellow. Yellow. Ik vind die voor mij niet zo lekker als ik eerlijk moet zijn. Zo, ik heb dus Eggs Benedict. Heb ik lang niet gehad sinds Bali. Oh my god. En Nessie heeft een club sandwich. Ziet er zo goed uit. Zo, wij zijn inmiddels thuis. Ik heb mijn haren even vast gedaan. Ik ga me even insmeren. Ik had het nog gevonden in mijn koffers. Ik heb hier een moisturizing tanning spray SPF 30 en een after sun balm. Nou, perfect. Ik ga me lekker insmeren. Moet je zo weg? Oh, ik ga lekker zonnen. Je ziet echt het verschil met gisteren, hè? Ik was gisteren een beetje verbrand, dus ik moet echt oppassen. Ik ben gewoon heel licht geworden. Dus ik kan even weinig hebben, dus ik moet echt oppassen dat ik niet verder verbrand. Hoe werkt deze? Oeh! Oeh! Oeh, werkt lekker. Oh, ik kom mijn kop. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik ben me even aan het opmaken, want ik heb vandaag meetings in Amsterdam. Daarna moet ik even naar langs de winkel, want ik heb een vaas besteld voor het huis die ik moet ophalen. En daarna heb ik met Emily afgesproken. Het is een hele leuke dag vandaag. Ik heb gisteren een heel leuk pakketje gekregen trouwens van Anna Nushin, Nush Beauty. En ik heb vandaag mezelf even opgemaakt, alle producten uitgeprobeerd. En ik ben er echt heel happy mee, vooral met deze gloss. Echt niet normaal, totaal niet plakkerig en zo. Ik vind hem heel fijn. En ik heb ook de blush uitgeprobeerd. De liquid blush. En ik heb deze kleur oogschaduw uitgeprobeerd. Echt heel mooi. Mooi natuurlijk. En heel mooi gepigmenteerd. Maar de gloss is echt mijn favoriet. Oké. Ik moet nog even snel mijn haren doen. En dan ga ik vertrekken richting Amsterdam. Ik sta alweer in de auto en ik dacht, vandaag wordt het mooi weer. Ik heb even gekeken, het wordt 23 graden. En het is de hele week gewoon zonnig geweest. Dus ik dacht, nou, ik doe lekker een topje aan. Gelukkig heb ik nog een spijkerbroek aan. Maar het ziet er best wel koud uit. Als het is gewoon bewolkt. En ik denk dan tegen de avond aan, want ik ga dus uit eten met M&M. Dat het best wel koud gaat worden. Oh nee, ik hoop echt dat de zon straks gaat schijnen, jongens. Ik ben dus onderweg. Ik heb mijn haar weer even gedaan in de keuken. Het zit best wel oké. Ik heb weer deze ring om. Ik vind deze zo mooi. En ik wil deze ring heel graag scoren in het goud. En dan met bepaalde steentjes die ik zoek. Maar ik kan echt
de ring die ik specifiek wil, kan ik echt heel moeilijk vinden. Ik heb wel een paar vintage items gevonden. Maar ik weet niet of ik daarvoor wil gaan. Maar dat zie ik dan nog wel. God, zonder grap, ik haat Amsterdam. Eindelijk een parkeerplek gevonden. Oh my god. Ik vind het zo eng. Echt gewoon pal bij het water. Guys, eindelijk geparkeerd. Nu moet ik nog best wel een eindje lopen. Ik moet wel even onthouden waar ik geparkeerd stond. Ik ben net klaar met een meeting. Het ging goed. Ik ga nu eventjes mijn vaas ophalen. Die ik dus laatst had besteld. Wel echt een joekel van een vaas hoor. Dus ik hoop echt dat ik hem gewoon zelf kan dragen. Maar waar ik me nou echt druk om maak is mijn auto. Want die staat echt pal naast het water. En ik moet het dus nu uitrijden. Ik hoop echt niet verkeerd gaat ofzo. Want oh mijn god, ik vind dat altijd zo eng. Dus ik doe het lekker rustig aan. Het is heerlijk weer. Nou guys, zoals jullie zien naast mij, ik heb mijn vaas. Ik ben er heel blij mee. En ik ga nu even lekker richting Emily. Ik ben dus eerder klaar dan ik had verwacht. En haar cliënt is niet op komen dagen. Dus we kunnen nu eerder afspreken. Heerlijk. Emily brengt me echt altijd naar de meest rare winkels. Waar ben ik? Ze wil feestspulletjes weer gaan halen. Weet je nog de vorige keer in mijn vlog dat we ook feestspulletjes hadden gehaald? Wat ga je halen? Die is echt heel mooi. Oh, bad influence. Bad influence, M&M. Oké, guys, ik ben weer thuis. Ik heb echt een heel gezellige dag gehad. Zoals jullie weten heb ik dus een vaas gekocht. En die ga ik nu lekker unboxen met Nessie. Ik ga hem halen voor je. Ik had echt moeite om mee om, echt? Om die zo omhoog te houden. Ik heb het al eerder gedaan. Oké, nu heb je boos ogen mij gegooid, want ik weet niet hoe die... Oh, wacht. Ik leg hem plat, ja. Ja, want via de zijkant open. Jij mag de show, want ik heb geen BH aan. Oh jezus, thanks for the information. Oeh, ja. Yes. Vind je het mooi? Oh. Oh. Oh my god, ik vind deze vaas zo mooi. Echt niet normaal. Hij is mooi, hè? Heel mooi. Gaan we hem ook plaatsen gelijk? Ja. Ga jij het filmen of ga jij het plaatsen? Zo mooi. Pas op alsjeblieft niet laten vallen. I love it. Hoeveel was deze? It. Wat mag ik dat niet weten? I love it. Wat was deze? 2,50. Wow. Ja, hallo, vaak kop ik een vaas. Oké, jalla. Wacht, ik wil hem even mooi filmen eerst. Hij is wel toch mooi? Nee, het licht is te veel erop. Oh, yes. Kijk, guys, zo zie je de kleur veel beter. Oeh, ik vind hem echt zo mooi. Ik was hier al... Ik had hem wel groter verwacht. Echt? Ja, man. Misschien lijkt het nu in huis wat kleiner. Ja? Ja. Zullen we hem even plaatsen? Even kijken. Kijk. Oh, yes. En nu lijkt hij heel klein, hè? Oh, yes. Supermooi. Oh, love it. Oeh, kunst en kitsch. Hij is echt mooi. Hij is heel mooi. We hebben een spotje dus veranderd, dat hij dus daar naartoe is gericht. Ze zijn zo irritant. En ik vind het echt heel mooi. Maar het lijkt dus kleiner dan in de winkel. Want in de winkel zaten dus van die hoge bloemen in. Maar die ga ik nog allemaal kopen. En dan wordt hij eigenlijk tot en met hier.